naar deze gloednieuwe video. Deze komende 3 dagen neem ik jullie mee tijdens de opbouw van de Roosendaalse kermis. Tijdens mijn eigen stadskermis, als jullie dat al wisten. Deze komende kermis komen er heel wat mooie zaken hier in Roosendaal te staan. Namelijk 5 première zaken. Wel zaken die hier nog nooit hebben gestaan. En ja, daarna, na deze mooie opbouwvideo's, komen natuurlijk de review en de vlog hier vanuit Roosendaal. Of wat ik zou zeggen, geniet van de opbouwvideo's en de vlog en de review. En vergeet natuurlijk niet alvast een blauw duimpje omhoog te doen. En natuurlijk op dit YouTube kanaal te abonneren voor meer leuke reviews en vlogs vanaf kermissen en pretparken. Ofwel, ik zou zeggen, tot dan. Nou, dames en heren, de Hero City staat hier helaas als normaal en niet als XXL zijnde, zoals het op internet beschreven stond. Helaas, pindakaas. Snowjet 1. En dan de theekopjes waar ik van Jori per se in moet, van Orderman. Oké, niet die van Fan. Orderman. Ja, dames en heren, hier dan de Crazy Dance Whip. Voor de eerste keer hier in Roosendaal. Nog nooit gehad. Tilburg tegengekomen, maar niet gedaan. Maar hier zal ik hem wel doen, hier in Roosendaal. Dan hier de breakdance part 2 van Hoefnagels, breakdance 1 van Hus, die nog niet opgebouwd staat.
Ja, dames en heren, hierbij hoop ik weer dat jullie hebben genoten van deze opbouwvideo, de derde dag. Vergeet natuurlijk niet het blauw duimpje omhoog te doen. Natuurlijk op dit YouTube-kanaal te abonneren voor meer leuke reviews, vlogs, onrides en offrides. En ja, ik hoop dat de eclipse van Korte toch nog gaat komen, maar ik ben bang helaas van niet. Ofwel, dus de tweede afzegger. Dus eerst de Gladiator die zich had afgemeld, dus die lekker naar Duitsland was toegegaan. En terecht, want in Duitsland zijn de staanplaatsen gewoon goedkoper en daar verdienen ze gewoon veel beter. En ja, ik hoop toch nog dat de eclipse gaat komen, maar ik durf het niet te zeggen. Maar dat zullen we wel zien in de review en in de vlog die hier vanuit Roosendaal nog gaat komen. Dus vergeet dat nog echt niet het blauw duimpje omhoog te doen, natuurlijk op dit YouTube kanaal te abonneren. En ik zou zeggen, tot dan op de Roosendaalse kermis.